Het politieke toneel in Den Haag is veranderd in een chaotisch slagveld, waar niemand meer weet wie er aan de touwtjes trekt. Terwijl het land wacht op een oplossing voor de asielcrisis, vliegen de noodwetten ons om de oren. Wilders schreeuwt om een harde asielnoodwet, terwijl de NSC van Pieter Ontzicht liever een spoedwet ziet. Maar met Ontzicht die overspannen thuis zit en Nicoline van Vroonhoven nu aan het roer, lijkt het kabinet stuurloos en op de rand van instorten. Nicoline van Vroonhoven, die plotseling de leiding heeft over de NSC, lijkt totaal het overzicht te verliezen. In plaats van rust te brengen, trekt ze keer op keer aan de noodrem en gooit ze haar eigen kabinet genadeloos voor de bus. De spanning achter de schermen is om te snijden. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat van Vroonhoven en de rest van de coalitie elkaar wel kunnen wurgen. Caroline van der Plas van de BBB en Geert Wilders van de PVV snappen niets van haar destructieve koers. Is ze nu aan het improviseren of volgt ze stiekem instructies van ontzicht die vanuit zijn huiskamer de lijnen uitzet? Wat de reden ook is, het resultaat is duidelijk: het kabinet staat op het punt om als een kaartenhuis in elkaar te storten. Het gerucht gaat dat Wilders al stiekem zijn voorbereidingen treft voor een mogelijke val van het kabinet. Hij ziet het gebeuren, de NSC blijkt onbetrouwbaar en houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. Telkens komen ze terug op wat er al besloten is, waardoor elke poging tot stabiel beleid faalt. Als het al een uitdaging was om het kabinet draaiende te houden met ontzicht aan het roer, dan is het met Van Vroonhoven vrijwel onbegonnen werk. Het lijkt een kwestie van tijd voordat het kabinet de kerst niet haalt en de boel klapt. De beschuldigingen zullen dan over en weer vliegen, maar één ding is zeker: Wilders komt hier als winnaar uit de bus. Zijn PVV kan zich opmaken voor een flinke zetelwinst bij eventuele nieuwe verkiezingen. De NSC, ooit een veelbelovende nieuwkomer, zal tot een splinterpartij verpulverd worden. Ze zullen bekend staan als de partij waar niet mee valt samen te werken. De vraag die op ieders lippen brandt, als het kabinet valt, wie pakt dan de macht? Wordt de PVV zo groot dat Wilders daadwerkelijk premier kan worden? Kan hij samen met de VVD en BBB een stabiele regering vormen of dreigt er weer een impasse? Hoe het ook afloopt, Wilders zit gebakken. Hij heeft niets te verliezen en ziet zijn kans schoon om de val van het kabinet in zijn voordeel te gebruiken. En als dat gebeurt, zal de NSC alleen nog een voetnoot in de politieke geschiedenis zijn.